para su di du li la. Pilapra. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Let vooral niet op deze rode plek, want ik heb hier net wat de haartjes weggeschoren en nou is die plek daar. Voordat ik begin met de video, ik heb super goed nieuws. Ik heb eindelijk mijn microfoon. Oh my god. Dus dat irritante gekraak van de lens die je in mijn video's altijd hoorde is als het goed is nu weg. Dit is de eerste keer dat ik met deze microfoon werk. Dus ja, ik hoop dat ik het allemaal goed heb geïnstalleerd. Maar als het goed is, heb ik het goed gedaan. Nou, ik ga vandaag weer allemaal leuke nieuwe make-up testen. Dit soort video's zijn jullie allemaal al gewend van mij. En het is vandaag allemaal betaalbare make-up. Ik heb hier een heel bakje met allemaal make-up. Het is genoeg voor een full face, dus we gaan weer een leuke make-up look creëren ermee. En we gaan kijken wat we van al deze betaalbare make-up vinden, want we houden allemaal van betaalbaar. Inclusief ik. En ja, meer heb ik er niet echt over te vertellen. Vergeet vooral niet om deze video te liken en te abonneren. Want ik kan in mijn statistieken zien wie is geabonneerd en wie niet. Tenminste, hoeveel aantallen. En ik zie dat 60% die mijn video's bekijkt niet zijn geabonneerd. Dus slechts 40% is geabonneerd. Dus join de 40% en abonneer ook op mijn kanaal. Zodat je niet meer bij die 60% hoort. Nou, dan gaan we snel verder met de video. Nou, mijn nieuwe microfoon is al wel binnen. Alleen mijn lens is nog niet binnen. Dus ik kan nog steeds niet inzoomen. Maar ja, hij komt eraan, jongens. Ik ga vandaag weer eerst beginnen met mijn oogmake-up. Ik ga mijn ogen primen. Dit doe ik met de Essence Eye Hard Color Intensifying Eyeshadow Base. Ik weet niet of hier meerdere kleuren van zijn. Maar hier staat op Agha. Dus mocht het er meerdere kleuren zijn, dan is dit de kleur Agha of Agha. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het is in ieder geval een hele betaalbare oogprimer van Essence. Oh, hij is lichtroze. Oké. Ik vind het altijd belangrijk dat hij kleur corrigeert, zodat ik gewoon een mooie, egale, lichte basis heb. Nou, op zich oké. Hij kleur corrigeert een klein beetje. Dan heb ik ook weer een nieuw oogschaduwpaletje. Dit is de Revolution Creative Vol One Make-up Pigment Palette. Ook weer een lekker betaalbaar paletje, rond de 10 euro. Zo ziet hij eruit. Heel erg mooi. Ik vind het er echt heel mooi uitzien. Het is gewoon de vorm van de meeste van hun paletjes. En dit is dan de binnenkant. Je hebt een spiegel en heel veel verschillende kleurtjes. Ook heel veel felle kleuren. Er staat ook op dat het paletje Creative heet. Dus ja, je moet er een beetje creatief mee zijn. Dus ja, het is een heel mooi paletje. Ik hou wel van dit soort kleurtjes. Ik heb al een heleboel oogschaduwpaletjes van Revolution. En in principe stellen ze bijna nooit teleur. Ze zijn allemaal qua kwaliteit allemaal wel hetzelfde altijd. Dus ja, ik verwacht ook gewoon dat ik dit paletje prima ga vinden. Ik heb dit paletje van Beauty88.nl gehad. Ik heb ook voor die website een kortingscode. Dat is volgens mij Sarah10P. Maar al mijn codes staan in de beschrijving onder deze video. En dan heb je op hun hele website 10% korting op alle make-upjes. Dus dat is altijd wel handig. Ik verdien daar niks aan. Het is alleen maar voor jullie. Ik ga vandaag een soort van semi heel makkelijk ooglookje maken. Ik ga maar 1 of 2 kleuren gebruiken. Het is een hele felle ooglook. Want ja, ik wilde wel gaan voor fel, want dit is wel het creatieve paletje. Maar we gaan het vandaag niet al te moeilijk maken. Ik pak deze felgele matte kleur. Deze kleur heet Trendsetter. Ik hoop dat die echt heel geel gaat zijn. En deze ga ik aanbrengen over mijn hele oog, over mijn hele ooglid. Ik begin eerst hier beneden en dan ga ik langzaam zo in mijn crease. Hij is geel, maar hij is niet super gepigmenteerd. Maar in principe voor deze prijs is het gepigmenteerd genoeg. Ik vind het niet super slecht. Ik vind die Essence primer eronder niet zo fijn. Want daardoor wordt de oogkleur een beetje zo korrelig en zo. En het blijft niet heel goed plakken. Terwijl normaal is dat wel gewoon. Dus dat ligt echt aan die oogschaduwprimer. Dan pak ik deze geel-gouden glanzende kleur. Die heet Creative. En met die kleur ga ik heel lichtjes over mijn ooglid. Gewoon om een beetje glans aan te brengen. En dit is dan in principe de ooglook. Sommige mensen zullen nou wel denken van oké, gewoon dit zo. Ja mensen, gewoon dit zo. Ik had het gezien op Instagram bij iemand anders. En ik vond het wel leuk om gewoon zo 1 felle kleur aan te brengen en klaar. Straks met eyeliner, mascara en alles komt de look wel together. Dus het wordt nog beter. En jullie weten, als je al bent geabonneerd en al mijn video's al langer bekijkt, ik hou van een beetje aparte ooglooks. Dan heb ik nog iets voor de ogen om het nog iets heftiger te maken. Ik heb hier de Barry M Glitter Bomb Glitter Oogschaduw in de kleur nummer 5 Bling Bling. Barry M is een nieuw betaalbaar merk bij Boozy Shop.
En ja, ik zag het en ik dacht, ik wil zeker een paar dingen van dat merk proberen, want ik ken het niet en het is heel betaalbaar. Dus ja, en ik hou er altijd van. En ik zag deze glitterbom en ik dacht, ja, misschien is dat wel mooi om een beetje extra glitter aan te brengen. Ik heb hem een beetje op mijn hand aangebracht. Hij is iets minder geel dan dat ik dacht. Hij heeft een beetje een groenige kleur er doorheen of zo. Dat vind ik wel jammer. Ik had hem iets meer geel gewild, omdat ik deze ooglijk heb gemaakt. Maar dat maakt niet uit. Ik ga hem alsnog aanbrengen. Gewoon nog steeds met de platte fluffy kwast van net pak ik een beetje van mijn hand af. En ik begin maar met een heel klein beetje, want ja, ik ken dit product nog niet. Dus ik weet niet zo goed of ik al gelijk kan beginnen met te veel. En ik breng het ook een beetje zo hoog aan. Ik ga helemaal ermee in mijn crease. Oké. I like it. Op deze manier breng je niet tegelijk heel veel aan en dan kun je het gewoon mooi opbouwen. Kijk mensen, ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het is heel mooi glitterig. Mooi man. Omdat het me dus opvalt dat het zo snel opdroogt, zou ik echt zeker vanuit je hand werken. Kijk, hier is het van iets meer dichtbij. Ik vind het echt heel mooi. I like it. Ik heb niet te veel aangebracht. Gewoon een klein beetje glitter. En nou ga ik de look nog gekker maken. Ja mensen, ik ga er gewoon helemaal voor vandaag. Ik heb hier een nieuwe Colourpop Liquid Liner in een roze kleur. En deze kleur heet Ducky. Colourpop heeft dus nou allemaal nieuwe gekleurde mascara's en eyeliners. Ik heb ook een blauwe mascara. Die is echt super fijn. En ja, ik had dus ook een roze pen eyeliner gelijk gekocht. Colourpop kun je alleen maar kopen op hun website. Ze hebben super vaak wereldwijd gratis verzending. Dus meld je zeker aan voor hun nieuwsbrief. Want dan ben je altijd op de hoogte als ze dat weer hebben. En dan moet je gewoon snel make-up inslaan. Maar blijf onder de 22 euro. Zodat je geen douane hoeft te betalen. En dan hoef je echt letterlijk alleen maar de producten te betalen. Dus ja, op die manier kunnen wij hier ook aan Colourpop komen. Colourpop is ook heel goedkoop, dus ja. En ik ga met deze roze kleur ook weer een winged eyeliner maken. Maar ik vind de kleur echt prachtig. Het is echt een perfecte roze kleur. Hij is ook godzijdank gepigmenteerd genoeg. Daar was ik een beetje bang voor. Want ik wil niet dat de kleur eronder er doorheen komt. Dus dat je nog geel kunt zien. Maar hij is gewoon echt heel roze. Het enige wat ik dan minder vind is dat het puntje niet echt mee beweegt. Het is gewoon zo'n harde punt. Dat is mijn persoonlijke voorkeur, dat ik die altijd iets minder fijn vind. Maar ik raad hem zeker aan. Hij is gewoon super mooi. Hij werkt ook gewoon makkelijk. Ja, I really like it. Dan heb ik ook een mascara. Ik heb twee nieuwe mascara's eigenlijk. Ik heb de nieuwe Revolution de mascara. En ik heb de Waterproof Revolution mascara. Allebei ook weer hele betaalbare mascara's. Revolution is te koop bij, je kunt het sowieso gewoon op hun Revolution website halen. Want hun zijn gewoon in Engeland. Dus je betaalt geen douane niks. Ik heb de waterproof versie gekocht bij Boozy Shop. En deze heb ik gewoon gekregen van hun. Dus ja, nou heb ik ze allebei. Ik ga de normale hier gebruiken en de waterproof hier. Ik had dus de waterproof gekocht omdat ik nou een liefde heb ontwikkeld voor waterproof mascara's. Dus ik ga even kijken welke beter is. Nou, zo ziet hij eruit. Hij ziet er in mijn ogen heel goed uit. Want dit soort applicators geven vaak heel veel volume. Nou, dan ga ik hem gewoon aanbrengen. Ik heb al andere reviews gezien over deze mascara. Veel mensen vinden hem fijn. Maar veel ook niet, omdat hij een beetje klonterig is. Dus hij maakt je wimpers heel vol. Maar ook een beetje klonterig. Het is maar of je van die look houdt. Ik persoonlijk hou er wel van. Tenminste, als het niet too much is. Want ik wil altijd een beetje heel veel volume, omdat ik echt gewoon geen wimpers heb. En dan aan deze kant ga ik de waterproof versie opdoen. Deze waterproof versie voelt iets minder klonterig aan. Ik denk dat ik tot nu toe, ik zie niet echt super veel verschil. Alleen met de normale is hij iets meer, ja, klonterig. Maar dat vind ik mooier. Dus ik zou tot nu toe eerder gaan voor deze. Ik heb ook nieuwe wimpers. Deze zijn wel 18 euro. Is niet heel goedkoop. Maar mensen, ik beloof het. De rest van de make-up is wel betaalbaar. Dit zijn wimpers van de Makeup Bar in de stijl The City. Ik had een aantal wimpers van hun gehad. En deze heb ik nog niet gebruikt. En hij ziet er wel heel mooi uit. Dus deze ga ik even opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Deze wimpers zijn super mooi. Oh my god. Dit maakt de look echt helemaal af. Ze zijn heel mooi wispy. Ze zijn gewoon heel, hoe ga ik dit beschrijven? Heel vrouwelijk. Heel girly of zo. I don't know. Maar ik vind ze echt super, super mooi. Kijk mensen, nou is de ooglook toch al iets beter. Hè? In het begin zijn jullie zeker geschrokken met al dat geel. Maar kijk, ik weet soort van wat ik doe. Soort van.
Oké, we laten de ogen nou eventjes met rust en gaan beginnen aan het gezicht. Ik heb ook een nieuwe primer, ook van dat merk Barry M. En dit is de Nymph Radiance Serum Beauty Elixir. Deze zag er zo cute uit. Ze hebben er ook eentje in het paars, maar deze is de Radiance. En ik wil toch iets meer glow, dus ik heb deze gekocht. Hij kwam binnen en hij is echt super klein. Ik had hem verwacht als hij van W7, een beetje dit formaat. Maar hij is echt super, super klein. Ik ga hem even aanbrengen. Ik hoop dat hij ook echt een glow geeft. Want dat is wel wat hij claimt. Hij voelt een beetje aan als een olie of zo. Oké, heel apart. Hij voelt niet per se aan als een serum, maar meer als een olie. Mij maakt dan niet echt per se uit, want mijn huid is droog. Dus ja, alles met een olie vind ik altijd wel fijn op mijn huid. En hij geeft inderdaad die glow. Olie geven altijd een glow. Kijk, je kunt het hier goed zien. En hier. Ik denk misschien voor een vettige huid. Tenminste, als je dat effect niet zo mooi vindt, zou ik niet voor deze gaan. Maar een meiden met een droge huid. Hij voelt super fijn aan. Voor foundation, ik heb de Wet n Wild Photo Focus Foundation Stick. En ik heb hem in de kleur Soft Beige. Hele betaalbare foundation. Ze hadden alleen niet veel kleuren. Ik heb hem van Boozy Shop. Maar toen ben ik op hun normale website gegaan. En daar hebben ze meer kleuren. Maar ook dat was niet heel veel. Dus er zijn niet heel veel kleuren van. Deze kleur, Soft Beige, kwam het meest in de buurt van mijn huidtint. Wet n Wild heeft ook zo'n Photo Focus Foundation als gewoon een vloeibare variant. Die vinden heel veel mensen fijn, behalve ik. Want hij bleef echt plakken aan mijn droge plekjes op mijn gezicht. Dus ik hoop dat de foundation stick fijner is. Foundation sticks zijn vaak een beetje aan de stroeve kant. Dus met een primer als deze, die een beetje vettig is. In combinatie met een foundation stick is dat vaak heel fijn. Nou, ik ga hem gewoon aanbrengen. Ik hoop dat de kleur een beetje meewerkt. Ga ik hem inblenden met mijn 1 euro spons van Shop Miss E. Hij bracht heel smooth aan, maar ik weet zeker dat het komt door die primer eronder. Oké, hij is iets te licht voor mij. Hij kan er wel mee door als ik ga bronzen en zo, maar in principe is hij iets te licht voor mij. Hij heeft niet een volledige dekking, het is echt een medium. Ik wil hier toch iets meer dekking, dus ik ga even kijken of we het een beetje kunnen opbouwen. Want de dekking is niet superveel. Het is gewoon een hele natuurlijke medium dekking. Ja, ik vind hem niet zo mooi, jongens. Hij maakt mijn gezicht niet heel mooi smooth. Hij voelt een beetje aan als een hele goedkope foundation of zo. Zo ziet hij er een beetje uit. Ja, niet zo. Maar we gaan gewoon even verder. Als concealer heb ik de L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer. Ik heb hem in de kleur Latte 331. Ze hebben ook de Infallible Foundation. Die heb ik ook. En die is heel fijn. Dus ik hoop dat de concealer ook zo fijn is. Deze kleur lijkt donkerder dan de foundation. Dus ik hoop dat hij niet te donker is. Hij is iets te donker, jongens. Maar ja, maakt niet uit. We gaan het gewoon aanbrengen en we zien wel. Hij heeft wel een hele grote applicator. Vind ik altijd wel fijn. Hopelijk kan deze concealer ervoor zorgen dat mijn gezicht iets mooier wordt. Iets meer smooth. Deze concealer heeft wel aardig wat kleuren. Alleen ik had het probleem dat ik zat tussen twee concealerkleuren te twijfelen. Eentje was iets te licht en deze die ik nou heb is dus iets te donker. Wat ik ook al wel dacht, maar ja, ik dacht dan nou dan pak ik maar gewoon die. Ik miste een beetje een kleur in between. Dat vond ik wel jammer. Maar ik kan het hier ook wel mee doen. In principe is de kleur niet te donker voor mij. Maar nou in combinatie met die te lichte foundation ziet het er gewoon een beetje raar uit. Maar de concealer is super mooi. Hij is echt heel mooi. Hij geeft ook een beetje een soortig van glow. Hij is niet mat. Ja, hij blende gewoon makkelijk uit. I like it. Ik heb de W7 Lift & Sculpt Face Shaping Contour Palette. En dan ga ik even mijn gezicht contouren om iets meer bronziness, bruine kleuren in mijn gezicht terug te brengen. Even kijken. Er staat ook echt erbij wat is, voor wat is en zo. Dit is bronzer, contour, nog een contour. Dan ga ik voor de lichtere contourkleur. Oh, die is misschien iets te licht. Oké, nee. Ik pak de donkere kleur. Ja, dat is iets beter. En dan ga ik de contour ook weer uitblenden met mijn spons. Wow, hij blendt heel makkelijk uit. Oké, dat vind ik wel fijn.
Hij blendt wel echt een beetje weg. Dus het is een hele donkere kleur. Maar ik denk dat als je donkerder bent dan mij, hij gewoon helemaal wegblendt in je huid. Ik zie het nog wel een klein beetje. Maar ja, dat is misschien wel handig om te weten dat de donkerste kleur niet zo donker is. Dan ga ik mijn gezicht baken. Ook hier heb ik iets van W7. Ik heb de W7 Get Baked Loose Powder. Ik ben heel benieuwd naar deze poeder. Ik vind de W7 Banana Poeder super, super fijn. Dat is echt een van mijn meest gebruikte en favoriete losse poeders. En dit is dan een iets lichtere versie daarvan. Want ik vind die banana toch altijd iets te geel. Maar ik vind hem wel mooi. Maar ja, als er dan een versie is die iets minder geel is, is dat misschien nog beter voor mij. Dus ik ga deze proberen. Ik haal by the way altijd heel dit ding er gewoon zo uit. Dat vind ik fijner. En dan ga ik gewoon hiermee baken onder mijn ogen. Hij ruikt en voelt aan als de banana poeder. Dus volgens mij is het echt een beetje dezelfde formule. Oké, mensen. Deze hier in mijn hand is de banana poeder. En dit is de Get Baked Loose Powder. Maar is dit gewoon dezelfde poeder? Ik zie geen kleurverschil. Kijk even van iets meer close-up. Dit zijn toch gewoon dezelfde kleuren, joh. Ja, mensen, ik weet niet 100% of dit dezelfde poeder is. Maar toen ik hem al opdeed, rook hij en voelde die echt al aan als de banana. En toen ik hem ernaast vasthield. Het is volgens mij gewoon dezelfde poeder in een andere verpakking. Nou, omdat ik dus dacht dat dat ene paletje van W7 een poeder contour paletje was, heb ik dus nou geen nieuwe poeder contour. Dus ik gebruik gewoon mijn NYX contour en highlight paletje om mijn gezicht nog even te contouren. Ik gebruik weer gewoon deze kleur. Nou, eventjes een beetje MAC Fix Plus, want we zijn al helemaal ondergepoederd. Oeh, deze ruikt ook lekker. Dit is in de geur. Coconut volgens mij, ja. Ik heb normaal rose, maar ik vind deze ook wel lekker ruik eigenlijk. Nou, dan ga ik mijn oogschaduw afmaken. Ik pak weer die gele kleur en die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Dan pak ik dit nude oogpotloodje. Deze is van Rimmel London in de kleur 005 Nude. En die breng ik aan in mijn onderste waterlijn. Dan weer mijn twee mascara's voor mijn onderste wimpers. Aan de rechterkant gebruik ik de normale mascara en aan de linkerkant weer de waterproof. Oké, dan gaan we verder met bronzer. Ik heb een face paletje. Ik heb de Catrice Cosmetics Romantic Garden Everyday Face and Cheek Palette. Nou, je hebt dus een matte bronzer, twee glanzende blushes, een matte blush, een glanzende highlighter en een matte highlighter. Ik ga deze bronzer gebruiken om mijn gezicht te bronzen. Oké, bronzer. De kleur is mooi, alleen hij blendt hem een beetje moeilijk. Kijk hier helemaal. Ja, de blending gaat een beetje moeilijk, jongens. Dan als blush ga ik deze twee met elkaar mixen. Ook de blush blendt een beetje moeilijk. Ja, dit paletje is gewoon niet zo voor mij, nee. De highlighters ga ik niet gebruiken, want ik heb hier een andere. Ik heb hier de Physicians Formula Butter Highlighter in de kleur Champagne. Dit is een hele mooie gouden champagne kleur. Ziet er echt super mooi uit. Hij is ook echt heel nieuw. Oh, mooi. Misschien iets te donker voor mij, maar ik hoop het niet. Hij is echt net nieuw. Ik heb hem van Bootsy Shop. Ze hebben hem in drie kleuren. Dit was de medium kleur. Je had ook nog een lichte, een beetje een wittige en een donkere gouden bronzie. Oh my god. Super heftig. Super mooi. Oh my god, mensen, zien we dit? Hij is mooi. De andere kant, hij voelt ook echt aan als boter gewoon. Hij is super mooi glanzend. Echt heel mooi. Ik vind hem echt, echt heel mooi. Ik breng ook aan op mijn neus, hier op het puntje en dan gewoon zo een lijn. En ik breng hem ook aan hier in mijn binnenste ooghoeken. Dan nog twee producten voor de lippen. Ik heb van Technique de Lip Primer. Dit is dus een lipbasis. Echt spotgoedkoop, dus ik dacht deze ga ik proberen. Er staat op dat er aloe... Oh. Er staat op dat er aloe vera in zit en vitamine E. Dat zijn allemaal hele fijne dingen voor je lippen. Het is gewoon zo'n balmpje. Oké, voelt in principe fijn aan. Hij geeft een hele lichte, wittige waas. Hij is niet te vettig. Hij voelt gewoon... Het voelt niet echt alsof er iets op je lippen zit. Ik vind het wel... Ja, oké. Dan heb ik de Essence Plumping Nude Lip Gloss. Ik heb hem in de kleur 03 She's So Extra. Ik hou van lipglossjes. Ik draag bijna altijd lipglossjes. Dus ja, ik ga deze proberen. Ik vind de kleur er heel mooi uitzien. Ook dat hij plumping is, spreekt mij zeker aan. Dus we gaan hem proberen. Ja, super mooie kleur. Hij is ook best wel gepigmenteerd. De meeste lipglossjes hebben toch iets meer kleur. Is niet per se slechter, maar dat is gewoon hoe glossjes meestal zijn. Maar hij geeft aardig wat kleur af. Het is ook echt de kleur die je ziet in het flesje. Dus dat is wel fijn. Ja, ik vind hem heel mooi.
ook niet plakkerig of zo. I like it. Nou, dan als laatste nog wat setting spray. Ik heb de Catrice Hydrating Prime and Care Spray. Er staat op dat er aloe vera in zit, matcha tea en pentanol. Ik weet niet wat pentanol is, maar het zal vast wel iets goed zijn. Dus deze ga ik even opsprayen. Nou, hij ruikt super lekker. Er staat ook op refreshes the skin. En dat voelde ook echt zo. Het voelt echt alsof het een beetje mijn huid weer frisjes maakt. I like it. Nou, dan is de look voor nou af. Nou mensen, dit is dan de look. Ik ben heel blij met hoe het is geworden. Het is een beetje een aparte look, maar ik hoop dat jullie het wel leuk vinden. Ik hou van aparte make-up looks. Ik wil niet elke dag een dagelijkse bruine smoky eye maken. Maar ja, als je me al lang volgt, weet je dat ook wel. Ik vind het heel leuk gelukt. Ik wilde een full day wear test gaan doen, maar... ik denk niet dat het hoeft, want ik weet eigenlijk al wat ik van alles vind. Nou, ik ben blij dat ik over het algemeen het meeste fijn vond. Heel veel producten zijn, ja, eigenlijk echt best wel goed. En allemaal voor zo'n lage prijs vind ik altijd ideaal. Ik ga even heel snel vertellen wat ik heel goed vond, wat ik heel slecht vind en wat gewoon een beetje, ja... oké, okay. Nou, ik begin eerst met het positieve. Wat is allemaal heel goed. Deze fixing spray vind ik super fijn. Refreshed echt de huid. Is een lekkere geur. I like it. Deze Nymph Primer van Barry M. Ook een hele fijne oliebasis primer. Mensen met een droge huid, jullie gaan dit echt heel fijn vinden. Deze highlighter was echt de winnaar vandaag. Kijk hoe mooi die is. I love it, love it, love it. Deze ga ik echt vaker gebruiken. Deze Essence Lip Plumping Lip Gloss. Super fijn. Hij voelt ook een beetje minty aan. Dat vind ik heel erg fijn. Deze concealer van L'Oreal. Ook heel mooi. Hij is echt heel mooi smooth. Hij gaf ook iets meer dekking aan mijn overall gezicht. Dat vind ik ook heel fijn. Deze glitters van Barry M. Echt toppie, toppie, toppie. Ze blijven goed zitten op de huid. Ze plakken gewoon heel snel. Ze zetten heel snel. Dat vind ik heel erg fijn. I really like it. Deze eyeliner van Colourpop. Ook heel mooi. Hij is heel gepigmenteerd. Dat vind ik super fijn. En deze twee mascara's, ik vind ze allebei fijn, de waterproof en de normale. Als ik zou moeten kiezen, zou ik persoonlijk gaan voor de normale. Maar als jij een klonterige, dikke wimper niet mooi vindt, zou ik gaan voor de waterproof. En de Make-up Bar wimpers ook heel erg mooi, echt... echt heel erg mooi. Nou, en dan de paar artikelen die ik niet aanraad. Het zijn er deze keer niet heel veel. Dat is wel fijn. Dit paletje van Catrice. Echt, ze blenden gewoon niet fijn. Nee, ik raad hem niet aan. De foundation stick van Wet n Wild ook niet. Omdat hij mijn gezicht gewoon niet mooi maakte. En deze Essence oogschaduw primer. Ik had het gevoel dat door deze primer mijn oogschaduw iets minder goed opging. Vooral hier onderaan op mijn ooglid. Hij maakte mijn oogschaduw een beetje korrelig. En dat wil ik niet. Dus deze raad ik ook niet aan. En de rest vond ik gewoon oké. Deze lip primer. Het is gewoon een prima lip primer. Deze W7 contour palet. Hij is oké, maar de kleuren zijn wel licht. Dat moet je wel weten. Deze poeder van W7, ja, hij is fijn. Maar ik vind het een beetje raar dat het hetzelfde is als de bananapoeder. Dus ja. En dan dit oogschaduwpalet. Ondanks dat ik maar twee kleuren heb gebruikt, vind ik hem wel heel mooi. De kwaliteit is voor de prijs oké. Je moet gewoon iets meer opbouwen voor meer effect. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat jullie de video weer leuk vonden. Laat me vooral weten wat jullie vinden van de look, video-ideeën, wat je vindt van de make-up. Just let me know wat je denkt nadat je deze video hebt gezien. Vergeet ook vooral niet, als je dat nog niet hebt gedaan, want natuurlijk niet is, want dat heb je al lang gedaan, is om deze video te liken. Je kunt hier op mijn gezicht klikken om te abonneren. En ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!